Ushuaia op vuurland in het uiterste zuiden van Argentinië. Ik ben hier al eens eerder geweest. Ik herinner me nog heel levendig hoe ik 2 jaar geleden hier een week door dit plaatsje, dorpje heb lopen stampen en voeten. En ik weet toen ik hier op die kade kwaad ben geweest, dat we waren hier aangekomen en we zouden naar de Zuidpool gaan. Maar toen was de boot geloof ik, wat was hij stuk of kwam die aan of er was iets mee. Ja, hij deed het niet. Hij deed het niet. Ja. Nou dacht ik, nou is het over, hier kom ik nooit meer. Maar we hebben niet verzaakt. Ik herinner mij steeds die droevige week hier. Ik denk, we moeten toch proberen om het keer over te doen. Het is dus zover. We gaan naar de Zuidpool, tenminste dat hoop je maar. De boot ligt klaar. Een Russische boot, genaamd professor Komogolski. Molchanov. David heeft een cursus Russisch gedaan, dus daar geloven we. Ja, die heeft een cursus Russisch vertellen. Molchanov, die boot, Russische boot, is geen cruiseschip, is een Pool-onderzoekingsschip. Heeft meestal op de Noordpool gevaar en de kapitein heeft ons al meegedeeld dat hij hier nooit gevaar heeft. Dat kan dus reuze riskant worden. We hebben allemaal nette poolpakjes gekocht. Zie daar. En we hopen nou dat we over een uurtje kunnen uitvaren op weg naar de Zuidpool. Een jongensdroom wordt werkelijkheid. Kijk je naar? Ik kijk precies richting Zuidpool. Even stil, ben ik hem bewogen. Daar, zo. Hier. Yeah. Want Edwin, onze producer, is nu in het kantoortje van de autoriteiten van Antarctica. Om te kijken met welk schip we mee kunnen. Misschien wel met die. Met een vliegtuig, dat weet ik niet. Een beetje zenuwachtig. Die nagen dat we over 5 uur op de Zuidpool zouden. Vijf uur. Edwin? En? Het ziet er heel slecht uit. Wat slecht? Ze durven niet weg. Ze durven niet weg te gaan. Het weer is zo slecht daar. Het is een spiegel hier. Het is hier prachtig, maar een paar duizend kilometer verder. Er zit nu een boot vast in het ijs. Ja? Dus ze weten helemaal niet wanneer ze dat ding überhaupt los krijgen. We hebben ze geprobeerd nog gebeld met Chili. Om het met een helikopter te doen, dat is ook uitgesloten. Dus ik vrees, met grote vrezen, dat het echt niet meer lukt. Dus ze zijn hier al die 20.000 kilometer gewoon vernoppen. Daar hebben ze dus iedere 3 dagen over gebeld. Ja, vanaf december. Nee, het kwam goed en het zou wel gaan en we hoefden ons geen zorgen te maken. Ja. Ja, sorry dat ik tegen jou uitvaar. Het ligt, niet, het ligt ook niet aan die mensen, het ligt aan het slechte weer daar. Ach, slechte weer. Ze hebben gewoon geen zin, het is alleen maar hier met afspraken, de gedondersteen. Ja. Nee, sorry dat ik tegen jou gil, maar ik word hier dus wel behoorlijk beroerd van. Iedereen, ik al, wat is het, 3 maanden sta ik, wil ik naar de Zuidpool, zou het lukken? Ja, sorry. Ik ga naar mijn hotel. Ik eet vanavond al in mijn eentje, want... Zijn nou het havenje van de Ushuaia uit, nou komen het Beaglekanaal op. Hè? Moeten we hier precies aan deze helft blijven. De overkant is Chili en hier zijn die verschrikkelijke grensconflicten geweest. En die grensconflicten zijn er ook de reden van dat onze reis zeer bemoeilijkt wordt. Met allerlei vaarroutes. Als je in Chileens vaarwater komt, moet je een Chileens loods hebben. En allerlei speciale vergunningen. Maar deze reis is er helemaal op ingericht dat we zoveel mogelijk aan de Argentijnse kant van vuurland blijven. Maar ook aan de Argentijnse claim van de Zuidpool, wat eigenlijk heel gek is, want de Zuidpool is een neutraal gebied, maar Chili en Argentinië, die erkennen dat eigenlijk niet. Dus daar, aan de overkant, is Chili. En ik hoorde, toen we bij de kapitein wat gingen drinken,
dat hij moest dan nog even goed narekenen. Hoorde je dat, dat dat werd gezegd? Nee. Die Chileense kant en die Argentijnse kant, moest er even goed nakijken. Wat? Als je, nou, als je een verkeerd gebied wordt opgepakt en dan zitten we 2 weken op Isla Navarino aan de overkant te wachten op een uitwijzing. Dus geen kustwacht met kanonneerboten? Helikopters, hè? Oh, ja. Er is wel een kustwacht, maar die zullen je wel oppakken. Maar het is heel kinderachtig. Heel kinderachtig grensconflict. Alle grensconflicten zijn er. Wel koud, hè? Ik ben blij met mijn poljekkie. Ja. Ja, nee, ik ben heel blij dat jullie hebben gezegd, neem maar warme kleren mee. Dat is inderdaad waar. En daar ga ik me niet meer over zeuren. Ik zei van, ach, een truitje is voldoende. Maar ik heb het nou al koud en het is pas 14 graden. Boven nul. Ja, nee, je begrijpt gewoon echt maar. En we mogen nog niet eten. Want er wordt aan boord gegeten in 2 ploegen. En wij zitten in de laatste shift, hè? Ja. Ja. Heb je honger? Nee, nog niet. Jij wel, hè? Ik heb verschrikkelijk honger en ontzettende kou. Ik verheug me echt op deze reis. That I've lost my love. Ja, jongens, weten jullie dat we nou een van de gekste plekken ter wereld binnenreizen? Nee. Dit is de monding van het Beaglekanaal. We gaan zo dus nu de Atlantische Oceaan op. En we hebben hier al eens eerder, een paar jaar geleden, gedraaid. En toen wilden we dicht bij deze eilanden komen, Lennox, Pitten en Weva. Dat is ons niet gelukt. We hebben ze met een telelens erbij kunnen trekken. En nou, dat is bijna aanraken. Dit is het gekste grensconflict dat er ooit op de wereld geweest is. In 84 opgelost. Grensconflict Sicilië en Argentinië. Het ging om 3 eilandjes. Dat is het bekendste van het eiland, Picton. Dat eiland daar, waar het scheepswrak, zie je het scheepswrak dan? Ja. Ongelooflijke herrie om geweest naar ellende en het is onbegrijpelijk waarom die ellende er is. Maar het gaat om het puntje van de Zuidpool. Wat je, als je deze eilanden hebt, dan kan je zeggen ik heb een groter of een kleiner puntje van de Zuidpool. Ze zijn nu, zei het 84 Chileens, hoop je maar. Dat eiland achter jou, dat moet volgens mij Argentijn zijn, maar wij zagen toch echt, neem maar een verrekijkertje. Een verrekijkertje, er een Chileens vlaggetje op wapperen. Dus het gaat een gedonder, gaat u nog steeds voort. Daar is een loodsboot, bootje daar. Omdat we hier heel voorzichtig moeten navigeren. Want anders, als we in Chileens vaarwater komen, hebben we een Chileense loods nodig. En heb je gedonder, dan word je opgebracht naar de overkant hier. Dus moeten we een beetje voorzichtig navigeren. Het interessantste van alles is, het is nu. We hebben 5 uur gevaren. Het is 11:15, nog steeds licht. Het is zomer hier. Nou, leuke zomer, ik zat te vernikkelen. Ik denk dat we nou maar eens, we zijn nu 20 uur op, zei David, ja hè? Ja. 20 uur. We moeten maar eens het mandje opzoeken. Onze Britjes opzoeken, ik hoop dat jullie erin passen. Ik pas net, met mijn 1,76 meter. Ja, 1,76 meter, op plateauzoden. En, maar ik wil nog even een kleine blik op het eiland Picton wagen, omdat ik dat zo uniek vind. Er ligt een eilandje tussen, van wie dat is, zie je dat daar? Ja. Dat kan ook nog een heel conflict uitroepen. Oh, nog iets aan. De eerste mensen, de eerste dominees, Gardiner, die zich hier heeft gevestigd, de eerste die de vuurlanders echt heeft willen bekeren, is op dat eiland, in een baai, een beetje aan de linkerkant gevestigd. Dat is de eerste plek waarop Europeanen zich hebben gevestigd, op dat eiland. En niet in de 14e of de 15e, 16e eeuw, maar in de 19e eeuw pas. Het was hier zo onherbergzaam en zo vijandig dat niemand hier durfde te komen. De 19e eeuw, zo omstreeks 1850, 1860, zijn de eerste vanuit de Falklandeilanden, hier zo'n 600 kilometer verder de oceaan liggen, daar gevestigd. In de baai, om het hoekje van het eiland.
En dan dan. Geef je zitten. Ja, het is een beetje. Schiet de bonte en stom zo verschrikkelijk. Je wordt er helemaal ongelukkig van. Het schiet niet op. Helemaal niet, hè? Gaan nu onze dag op zee, hoeveelste dag? Is het vierde. Vierde dag op zee. Vijfde nacht. Vijfde nacht en we zouden al 2 dagen geleden moeten zijn. Het lukt maar niet. En verder is dit schip, dit hier moet je dus je dag aan doorbrengen, want er is op dit schip geen lounge of een bar is er ook nauwelijks sprake van. Dus we zitten hier maar een beetje. Ja, jullie een soort gelijkhok. En ik word langzaam echt getikt van, niet in het minst door de mensen met wie we zitten. Want er zijn hier 2 soorten mensen, ornithologen. En ja, ik heb zo mijn uithoudingsvermogen, ik vind het leuke mensen hoor. Maar de hele dag te horen hoe goed de albatros is, of het Nelsonbeurtje, of het gespikkelde duinkonijn met vleugels. Ik word er helemaal hartstikke gek van. Verder, het is echt een kotsboot geworden, waar iedereen ligt. Wat gebeurt er nou? Ja, hij trilt een beetje. Maar het valt die trillen, op. Hij gaat op zijn rem staan, die kapitein. Volgens mij heeft hij een ijsberg, die heb ik niet gezien. Nou, verder is er alleen maar herrie en ellende en ruzie tussen de organisatie en de boot. De Russen willen niet harder, de organisatie wil veel langer. Oh, met al, we krijgen nog steeds geen land te zien, terwijl King George eigenlijk moeten zijn, hè? Ja. Nou, dit is dit. Dat is dit eiland. Kijk, we zijn hier vandaan gekomen, Zuid-Amerika. Dus hier zijn we vandaag, hier zo. We varen nu zo naar King George, dit. Ja. Nou, had dus al 2 dagen geleden moeten zijn, op de basis Bellinghausen, een Russische basis. Bellinghausen is nummertje 10. Nummertje 10 is Bellinghausen. Nou, we zijn nu hier ergens. Ja. We zijn dus van de Roaring Forties, de Sixties. Moeten we hier komen. Nou, volgens mij is het alleen maar roaring hier. We hebben alleen maar storm gehad. We mogen niet meer aan dek. Het is te gevaarlijk. Dan wijven we eraf. De boot is eigenlijk te klein. Blijkt nu. Want hij bonkt te veel. Ja. En we zijn er nog steeds niet. Er werd gezegd dat we het nou zouden zijn morgenochtend om 9 uur. Nu hoor ik alweer dat het morgenmiddag laat wordt. En dan nog 50 kilometer om de baai te bereiken waar we zouden kunnen... Ja, ik heb hier maar het kompasje neergezet naar het zuiden. Maar ja, we varen maar naar het zuiden. Het is een ongelooflijke tegenvalling. Maar eigenlijk ongelooflijk kwaad ook. Kwaad omdat ik... iedereen vindt het hier normaal, want die natuurfreaks... Ja, ik vind het wel leuk hoor, natuurfreaks. Maar ze nemen alles, terwijl dit gewoon een bandenorganisatie is. En kijk, het is zo, waar David nou zit. Laat David het zien. Waar David zit. Kijk, daar slaap je in. Nou, dat is helemaal niet erg. Daar slaap ik graag in. Maar dat is het enige plekje wat we verdorie al 5 dagen hebben. Daar moeten we in liggen. En dit stoeltje. Heb je dit stoeltje gezien? Dat is een stoel. Daar ben ik al 17 keer door de tent. Moet je kijken, dit hier. Dat staat dus de hele nacht zo te bonken. Dat past er ook niet onder. Nou, en dan zie je hier, dit tapijtje is volgekotst. Ik heb gelukkig nou een nieuw tapijtje gekregen. Maar het is hier volgekotst geweest. En verder zit je uit de troosteloze raampje. Soms ben ik een half uur bezig om het open te breken. Om te kijken of er misschien, ja, of er misschien een ijsberg aankomt. En dan ben ik weer een uur bezig om het dicht te maken. Van die grote snoep. Dus allemaal, dat vind ik allemaal niet erg als je op expeditie bent. Maar dit is ons beloofd als een natuurreis voor beschaafde mensen met een luxe Russisch schip naar de Zuidpool. Nou, luxe Russisch schip. Heb je dat lampje gezien? Dat verkochten ze bij de Priba in 1955 voor het laatst. Maar goed, met zo'n lampje kan ik leven, maar dit is heel erg glad. Ik kan niet typen met tekstwerk, dan loop ik steeds achterna, dan zeil ik op en neer. Dus en ik heb al mijn boeken uit. Dus ik dacht, we zijn er binnen 2 dagen en dan gaan we weer langzaam terug en dan kan ik boeken kopen. Kan je lezen dan? Ja, als ik me heel erg concentreer. Lukt me niet. Nee, wat je moet eigenlijk, hier onder dit mat ligt zo'n anti-snipmatje, zie je dat? Ja. Dat moet je onder je lijf eigenlijk hebben, want je ligt de hele nacht te remmen. Mijn huid, nu is van schuurpapier, want het zijn Russische lakens. Je ligt de hele nacht te remmen om er niet uit te sodemieteren. Nou, en verder als je klachten hebt hier bij de organisatie, dan roepen ze Bugo van boord. Terecht. Ja, dat vind jij terecht. Ja, dan hangt er zo'n zielig Russisch kerstafreeltje en zo'n klok. Dus je ligt de hele nacht al op die klok te kijken hoe lang is van het ochtend wordt. Maar wat maakt het uit als het ochtend wordt? Want dan lig ik ook nog in dat bed. En daarna ook. Ik lig maar in die grote klok te kijken. Denk ik 24 keer rond te spreken. Dus ik had het niet durven denken dat ik het zou zeggen. Maar als ze na de boot zo omkeren. Echt. Jullie ook? Ik ga zo terug. Dan ga ik wel uit eens naar die pingwins kijken. Want ik heb het echt gehad.
Ik kan het niet. Omdat het ons anders is voorgesteld ook. Kijk, als ze nou helemaal zeggen, het is zo, dan is niks anders. Het is ons heel anders voorgesteld. Dan liggen we hier allemaal relaxed. Waarom hou je zo krampachtig vast, David? Wat is er niet aan de hand? Niks. Jullie zijn de gasten met wie wij het meest omgaan. En ik weet voor mezelf waarom ik naar de Zuipel wilde, maar waarom willen jullie eruit? Oké, beter bij Jan beginnen. Jan, waarom wil je nou naar de Zuipel? We zijn er nog niet, hè? Dus je kan het nu nog zeggen. Nou, het is heel simpel. Ik heb jarenlang naar eigenlijk de Spitsbergen gewild. En dat kwam er gewoon nooit van. En nu las ik een advertentie van de p***jes dat ze naar de Zuidpool gingen. En omdat ik denk dat het nog een van de mooiste gebieden is van de wereld, waar de meeste mensen komen en waar de natuur nog heel prachtig is, vond ik dat erg... Ja. Is dat nou een oud verlangen van je? Ja. Maar hoe lang? Ik was 12 jaar geleden al in Lapland. Heb ik ook op gletsjers gelopen. Omdat de eenzaamheid en de zuiverheid en het contact met misschien de kosmos, dat vind ik het mooiste. Ja. Het voordeel natuurlijk is, naar Lapland kun je bij met de auto rijden. Dit is een hele onderneming, zoals we nu merken, om het te komen. Ik heb naar Lapland 3 dagen in de trein moeten zitten. Ja, dat is net zoiets als nu hier op de breekpassage. Dan ben jij nou meegesleept door hem? Of? Ja, min of meer. Kijk, kom wel op mijn eigen benen natuurlijk, maar ik ben wel overgehaald. Had jij iets daarvoor met, wat stelde je ik voor? Heb niet, ik heb niet dat geen grote Zuidpoolgevoel, nee. Ik ben meer een zonmens. En ik hoop wel iets heel aparts hier te vinden, iets heel speciaals. Dat ik al die reis heel daarvoor gemaakt heb, hè? Nou, geldt voor mij, Jan, precies hetzelfde als voor jou, hè? En daarom vraag ik je nou, ben ik bang voor het ontzettend tegenvalt dat daar 6 pluizige pinguïns staan te kijken op ons en verder alleen maar... Ik weet het ook niet, ben er nooit geweest. Ben je daar niet bang voor? Een jeugddroom die tegenvalt? Ik heb me laten vertellen dat ik groepjes van 300.000 tot 400.000 pinguïns tegen ga komen. Het enige waar ik een beetje van geschrokken ben, is dat ik gisteren gehoord heb dat er ook een dorp schijnt te zijn. Ja. Dat heb ik nooit geweten. Ja, er zijn veel meer basis op het gebied waar we heen gaan. Dat hangt natuurlijk van het weer af hoe ver we komen. Nee, maar ze spreken over een echt dorpje met 500 mensen, dat wist ik niet. Ja. Tenminste, dat weet ik ook. Ik heb het ook nooit gezien. Maar ik droom wel van die ijsberg om daar straks tussendoor te gaan. Mike, Oscar, Lima, Charlie, Hotto, Alpha, November, Oscar, Victor. Can you display your name, ship, oh? Yeah, Michael say, uniform. International character, oh? Papa Romeo, Oscar, Foxtrot, Echo, Sierra, Oscar Romeo, Michael, Oscar. Attention, Professor Montiano, the Felder Radio, you are national flare and international character. What time do you anchor in Felder Radio? Maybe 1 hour. Is it? Okay, thank you very much, Stand by 16, huh? 16. Thank you. Klaar voor Bang, hè? Ja, we staan in afwachting van de landing op King George. Naar een Chileense basis. Quiniente Mars heet hij, geloof ik. Ja. En we worden nu met zo'n rubberbootje erheen gebracht. En we staan nu in een rij te wachten tot het rubberbootje klaar ligt. Dat lekker ingepakt. Ja, maar dat vonden we mee, maar het zwemvest wat verplicht is.
maakt ze onhandig. En dat statief wat jij met hem aan hebt gesplit, maakt mijn leven nagenoeg ondraaglijk. Maar verder heb ik helemaal geen klachten. Als je prachtig staat, is het behoorlijk lekker. Maar hier is het koud, de zijkant, de frisjes, ja. En dan denk je toch, je moet echt veel van de pool houden. Wanneer je die containers zegt, moet je kijken waar ze zitten. Go, go, go. Go, go, go. Freezing in world. Zeevaartkundige aanwijzingen. Mars heet deze Chileense basis hier. En die basis stammen allemaal zo eind jaren 40 zijn ze begonnen hier met basis te bouwen. Daarvoor werden deze eilanden gedurende de hele 19e eeuw gebruikt voor de verwerking van walvistranen en andere beesten. En je schijnt hier nog sporen te kunnen vinden van oude kookketels. Ik zie nu niks hoor, moet ik je zeggen, maar we zijn hier pas aangeland en die staan een beetje te wennen. Ik moet er twee dingen wennen. Dat is het vreselijke licht. Ongelooflijk licht is het. En dat je zo gek moet lopen, want je stort zak door die sneeuw. Het is... En het is lekker ademen hier, hè? Dit is het dus. De Zuidpool, weliswaar het noordelijkste puntje, nog boven de Poolcirkel. Maar het heet hier Antarctica. Dorp op de Zuidpool, permanent bewoond. Er zitten hier maximaal 500-600 man kunnen er zitten. En als er veel vrouwen zijn, dan komen de kinderen ook mee voor een paar maanden. En daarom staat schooltje hier. Maar ze hebben ook een bank en een ziekenhuis. En er moet hier ook een bibliotheekje zijn, maar dat heb ik van horen zeggen. Maar misschien is dat in die school. Nou, dit zal het bibliotheekje zijn. Hier zie je dat. Maar het is een beetje leeg nu. De schoolbel ook, hè? Ja, ja, de schoolbel. Je kan niet goed, de ramen zijn Het ding is gefolied. Ja. Heer, de schoolbel. Heel zachtjes laten horen, David. Heel zachtjes komen misschien de kinderen denken, die hebben net zijn ze vrij. Ja? Wait. Moet je nagaan, dan zit je hier als kind. Dit mag niet, hè? Wat? Het is één grote overtreding van het poolverdrag die gebeurt. Permanente bewoningsscholen. Het zou alleen voor wetenschappelijk onderzoek zijn. Het is één grote aanklacht tegen het Zuidpoolverdrag. Dat is iedereen hier.
plaats als je wacht, hè? Een rivier in Antarctica. Ja. Het is ook eigenlijk geen rivier, het is gewoon het smeltwater van naar beneden. Het maakt een riviertje zo, hier in het voorjaar. Het is wel gek. Ja. Heel idyllisch. Dit is dus de grens tussen Sicilië en Rusland, hè, dit? Ja, maar ze erkennen ze heel, die man. Ik zie hem net met een Chilevende baas hier te praten. Mag niet geïnterviewd worden voor de camera. Mag alleen de commandant, maar die moest even weg. Ze praten heel formeel over geen grens en er is een internationale taal. No boundaries, you can walk everywhere. No boundaries. Ze hebben, er is een river. No boundaries. Zo praat hij dan. En doen ze heel strikt, hè, want dan... En ze praten wel een beetje met elkaar, begrijp ik. In lingua Antarctica, het is een beetje niet, no boundaries, zoiets in taal spreekt. Maar nou moeten we hier over zien te komen. We kunnen volgens mij verderop doorwaden. Ja. We kunnen ook moeten vragen of die man ons vervoert. Laten we eerst kijken hoe het gaat over de doorkomen. Het is moeilijk lopen, jongen. Ja, geloven jullie dat we dit met deze beperking 2 kilometer... Naar die Chinese basis, nee, naar de beneden gesloopt. Dit lukt ons nou heen. Nee. Sneeuw is namelijk zo zacht. Je zakt steeds niet weg. Dus je zakt erin weg. Ik heb heel veel pijn op mijn achterknieën. Ik wil niet te dramatisch doen, maar kom op. Ik zag net die Chileense schoolkinderen. We zijn er niet zo gek veel meer. Kom even uit het water, want je staat echt in het water nu zo. En die man vertelt ook, er zijn nu betrekt veel schoolkinderen. Ja. En hij ontkent het bericht, de schoolkinderen die zijn weggehaald door het gat in de ozonlaag. Ja. Hij zei, ze zijn er nog wel. Maar er was een bericht in de krant dat hier de kinderen met de ozonlaag zijn huidkanker kregen. We hebben heel veel schoolkinderen gezien. Lopen hier gewoon. Die lopen overigens luchtig naar wij, die zijn er een beetje meer aan gewend. Ik ga proberen over te trekken. Hoe we dat doen? Hoe zijn jullie gelopen? Okay. Ja. Op dat stukje. Kom maar. Hij mag niet. Hij weer. En dan hebben we hier zo. Ik denk dat even daar, ik haal je zo.